Hallo daar, Tanja hier en van harte welkom terug in de Heb je leven lief show. Sorry voor de vertraging, maar er was weer iets mis met mijn internetconnectie. De laatste tijd is het echt wel erg, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, hier zijn we en hopelijk blijft het zo. Een fijne avond en van harte welkom. Dit is de plek waar we naartoe komen voor tips, voor advies, voor inzichten en voor de mindset. Allemaal dingen die we nodig hebben om het leven te leiden waar wij van houden. Dus, ook vanavond en vandaag wil ik het hebben over hoe kun je jezelf vieren op weg naar het behalen van je doel. Op een gezonde manier, op een toffe manier. En dat naar aanleiding van een heel tof berichtje dat ik afgelopen weekend heb gekregen van een van mijn klanten. Die mijn 6 weken afslankprogramma volgt of transformatieprogramma volgt. Maar voor ik daarin duik, voor ik jullie dat verhaal vertel, wil ik even de mensen die live intunen van harte welkom heten. Hey, heel tof dat je kijkt. Dag Mirella, dag Christel, dag Jannie, dag... Oh, wie is er nog aan het kijken? Laat even weten dat je kijkt, want ik zie wel oogjes, maar ik zie niet van wie de oogjes zijn. En het is toch altijd wel tof om te weten wie er kijkt. Dan kan ik jou persoonlijk bedanken, want ik stel dat ontzettend op prijs. Als je naar mijn video's kijkt, echt waar. Oké, cool. En trouwens, ik hou er ook ontzettend van om jouw reacties te lezen. Ik wil jouw stem horen. Ik wil weten wat deze video's doen voor jou. Want ik doe dit voor jou. Ik ben hier om jou te helpen. Ik ben hier om jou te inspireren. En ik kan alleen maar weten of ik goed bezig ben als jij mij feedback geeft. Bovendien, als je deze video waardevol vindt, deel hem dan alsjeblieft. Je doet er niet alleen mij een heel groot plezier mee, maar deze tijd van het jaar, we lopen naar het einde van het jaar, zijn er zoveel mensen die nood hebben aan boodschappen zoals deze. Dus alsjeblieft, doe hen een plezier en deel het, als je het natuurlijk een leuke video vindt en een waardevolle video vindt. Oké, goed. Hoe vier ik mezelf? Hoe vier ik mijn kleine successen op weg naar het behalen van mijn grotere doel? Wel, als ik het daarover heb, dan zitten er eigenlijk een aantal lagen onder. En om te beginnen wil ik jou zeggen daarover. Wacht niet tot je je doel hebt bereikt. Vooraleer je het gaat vieren. Want we zijn altijd onderweg. We zijn altijd onderweg naar de volgende versie. We zijn altijd onderweg naar de volgende transformatie, naar de volgende evolutie, naar de volgende stap. Dus we zijn er nooit. Ik ben er niet. Ik ben er nog lang niet. Maar dat is niet erg, dat houdt mij niet tegen om successen gaandeweg te vieren. En ik heb dat ook moeten leren. Maar afgelopen weekend was het zo. En ik dacht, ik moet hier iets mee doen. Want het was zo typerend, het was zo mooi. Ik kreeg dus een berichtje van Cynthia. En Cynthia is een hele toffe madame die mijn 6 weken transformatieprogramma volgt. En ze stuurde mij een berichtje. Ze was gaan shoppen. En ze was op zoek gegaan naar een feestjurk voor de eindejaarsfeesten. En ze was verliefd geworden op een jurk. Maar die was er niet meer in haar maat. Maar de verkoopster van de boutique zei... Maar mevrouw, past toch eens die kleinere maat? Want volgens mij kan je erin. Past die wel? Dus Cynthia heeft die jurk gepast. En oh my god, ze zat als gegoten. Dus groot was de vreugde van Cynthia... En ze heeft dan ook meteen een foto gemaakt van zij in die jurk. En ze heeft me die foto gestuurd met haar super toffe berichtje hoe blij ze wel was. En ik dacht, wauw, fantastisch, goed gedaan. Ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij voor jou. En ik zei haar, ik zeg, Cynthia, doe mij een plezier en deel jouw berichtje met die fantastische foto in onze groep. Want mijn 6 weken programma ondersteun ik en coach ik en begeleid ik via een Facebookgroep. En toen zei ze tegen mij, maar Tanja, zou ik dat wel doen? Want ga ik daarmee niet, gaat dat niet vervelend zijn voor de dames die nog een langere weg hebben af te leggen dan ik? Voor de dames die nog meer kilo's te verliezen hebben dan ik? Gaat dat niet raar zijn? Gaat dat niet vervelend zijn? En ik dacht, oh my god. Ik zei, nee. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, deel het. Ze gaan blij zijn voor jou. Ze gaan trots zijn op jou. En je gaat hen inspireren. Want dat is de sfeer
die ik wil scheppen in de groepen, in mijn groepen. Dat is de sfeer van elkaar successen te vieren. Blij te zijn voor elkaar, als het goed gaat. En ook om elkaar te helpen als het wat minder gaat. En om elkaar te helpen en te inspireren en te motiveren. En dat is waar ik tot nu toe heel goed in slaag. En daar ben ik zo blij mee. En daar ben ik zo trots op. Dat dat de sfeer is die in die groepen heerst. En ze heeft het gedaan. Ze heeft het gedeeld. En inderdaad, onmiddellijk kreeg ze heel toffe reacties van... Wauw, fantastisch. Wat zie je er mooi uit. En dat is wat we meer moeten leren. Dat is wat we moeten leren. Dat heet vieren onderweg. Dat heet vieren onderweg. En Cynthia heeft nog niet helemaal haar doel bereikt. Maar in die 4 weken dat ze het programma volgt, is er al zoveel voor haar veranderd. Heeft ze al zoveel successen bereikt. Heeft ze al zoveel moeite gedaan ook. Inspanningen geleverd om die successen te bereiken. Dat ze genoeg heeft om het nu al te vieren. En als je het viert, dan wordt het gedeeld. Weet je, we zijn eigenlijk allemaal kindjes van 3 jaar. We zijn kindjes van 3 jaar. Als een kindje van 3 jaar iets goed doet, wat doen we dan? Wauw, fantastisch, bravo, goed gedaan. Wij zijn kinderen in een volwassen lichaam. Wij hebben dat ook nodig. Want alles wat gevierd wordt, wordt vermenigvuldigd, wordt herhaald. Een kindje van 3 dat zo'n wauw, een bravo krijgt en een applaus krijgt en een goed gedaan krijgt. Wat gaat die doen? Die gaat dan nog eens opnieuw doen. Want die wil dat terug, die vindt dat kei tof. Maar gaandeweg leren we dat af. En gaandeweg leren we dat we niet mogen stoeven. Dat we niet mogen opscheppen. Maar als ik nu weet dat ik geen opschepper ben. Als jij nu weet dat je geen opschepper bent. Kunnen we dan niet onze successen vieren zonder op te scheppen? Onze successen delen zonder op te scheppen? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Weet je, successen vieren onderweg is ook de anderen toelaten om jouw erkenning te geven. En dat is waar zoveel mensen nood aan hebben. Herken je het bij jezelf? Zit je ook wel zo eens van, ik doe toch zoveel dingen goed. En waar is mijn waardering? Waar is mijn erkenning? Herken je het? Zet het dan even in de commentaar. Geef mij wat voorbeelden. Want vaak minimaliseren we onszelf. Ik maak het zo dikwijls mee en ik heb het vroeger ook zo vaak gedaan. Als mensen tegen mij zeiden, oh, maar jij bent zo goed in dit. Of, maar jij bent zo goed in dat. Dan zeg ik, maar nee, ik ben maar gewoon. Poef, gedaan. En je krijgt dan een compliment en het eerste wat je wilt doen is zo snel mogelijk naast het compliment wegrennen. Want een compliment krijgen geeft je een onwennig gevoel. En dat is oncomfortabel. Juist of niet juist? Vertel het mij, hè. Als je erkenning krijgt, waardering krijgt van andere mensen en je laat dat niet toe, dan ontneem je hen de kans om jouw erkenning te geven. En nog niet zo lang geleden heb ik dat ervaren, heb ik dat geleerd. Ik had gesproken op een evenement en mijn bijdrage werd onthaald op een luid applaus. En ik dacht, oké, dankjewel. En wegrennen, volgende spreker, ik ben klaar. En na het evenement zei een vriendin tegen mij van, ja, Tanja, goed gedaan. Maar weet je wat zo jammer is? Waarom heb je eigenlijk je applaus niet in ontvangst genomen? En ik dacht, oh. Ja, zegt ze, dat is heel jammer. Zegt ze, weet je dat je op die manier eigenlijk je publiek ontgoochelt? Oh, zo had ik het nog nooit eerder bekeken. Maar het is uiteindelijk wel waar. Het is uiteindelijk wel waar. Ik besefte toen dat ik eigenlijk de erkenning van mijn publiek afwees. Hoe arrogant is dat eigenlijk? Dus door het applaus in ontvangst te nemen, toon je niet alleen dankbaarheid naar je publiek, maar laat je jezelf ook toe om die erkenning te voelen, te ervaren. En dat helpt je
verder op je pad, op weg naar je grotere doel. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? Bovendien, het grotere doel, kijk, het nieuwe jaar komt eraan en iedereen gaat zeggen, wow, en volgend jaar, hè, dan ga ik dat doen, hè. Een mega groot doel. Wel, in plaats van één mega groot doel te stellen, hè, stel eens wat kleinere doelen. Stel eens een doel per kwartaal, per maand, misschien per week. En elke keer als je dan dat doel hebt bereikt, vier het dan. Vier het dan. Maak iets lekkers klaar om te eten en nodig je vriendin uit. En zeg van, kijk, ik heb iets te vieren. Voilà. Of verwen je jezelf met een dagje wellness en neem een vriend of vriendin mee en zeg van, voilà, vandaag vieren we dit. Snap je? En hou je kleine overwinningen niet geheim. Hou ze niet geheim. Want we hebben inderdaad geleerd dat we... Ja, oké, je hebt dat goed gedaan, maar... niet iedereen moet dat weten. Waarom niet? Waarom niet? Het inspireert. Het inspireert. Denk aan die driejarigen. We zijn uiteindelijk nog allemaal die driejarigen. Als ik trouwens naar beneden kijk, ik heb een aantal dingen genoteerd die ik zeker wel niet wil vergeten, want ik valideer jullie tijd. Maar geef toe, we zijn met z'n allen ondergevierd. We hebben niet genoeg feestjes, we hebben niet genoeg verjaardagen, we hebben niet genoeg promoties om dat allemaal te vieren. En eigenlijk zouden we elk jaar moeten zeggen, gelijk nu, op het einde van 2018, wauw, voilà, ik heb mijn diploma bereikt van 2018. Want ga maar eens na. Wat heb je afgelopen jaar eigenlijk wel allemaal bereikt? Welke uitdagingen heb je weten om te zetten tot successen? Wat heb je overwonnen? Kijk daar eens naar. Volgens mij is het wel heel wat. Is dat niet een reden om te vieren? Ik denk het wel. Want als wij onszelf niet vieren, wie gaat ons dan wel vieren? Want mensen kijken naar je. En door jezelf te gedragen ten opzichte van jezelf, geef je een voorbeeld van hoe je wil behandeld worden. Dus als jij nooit jezelf erkenning en waardering geeft en je successen viert, dan geef je eigenlijk aan, ik heb dat niet nodig. Ik heb dat niet nodig. Dus als jij het gevoel hebt dat je te weinig erkenning en waardering krijgt, dan is dat waarschijnlijk omdat je zelf door je gedrag aangeeft, ik heb dat niet nodig. En ik snap het, hè. Het is raar. Het is raar. Het zit niet in onze cultuur. Misschien denk je nu van, oh, Tanja, zeg, hoe moet ik dat nu gaan doen? Mijn successen vieren, tof. Goeie tip. Hoe moet ik dat nu gaan doen? Wel, trek je grote meisjesbroek op en trek je grote jongensbroek op. En noem drie dingen, noem nu drie dingen. Zet nu drie dingen hier onder deze video waarvan jij weet dat je er erkenning voor verdient. Dat het waard is om het te vieren. Zet het nu onder deze video. Drie dingen. En of je ze nu al gevierd hebt of niet, maakt niet uit. Zet ze hieronder. Je weet vast wat ik bedoel. Je kent er vast drie. Want we lopen met z'n allen ondererkend rond. En het is iets wat ik mij eigenlijk nog maar recent realiseer. En dat komt mede door... Ik werk met een heel aantal mensen samen onder de koepel van een fantastisch bedrijf. En dat bedrijf organiseert evenementen om kleine en grote successen te vieren. En het is een Amerikaans bedrijf. En sommige mensen denken dan van, oh ja, zeg, van die Amerikaanse dingen, daar ga ik niet naartoe, hoor. Van, ho, 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 jee, jee, jee. Maar... ja, ten eerste, we zijn geen Amerikanen, dus zo, hoe gaat het er niet aan toe? En anderzijds, ik zie daar mensen op het podium verschijnen die dingen hebben gerealiseerd waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze ertoe in staat waren. En die niet alleen dat voor zichzelf doen, maar die dat ook nog doen voor anderen. En die anderen inspireren en helpen en coachen om hetzelfde te doen. En als we dat allemaal wat meer zouden doen, dan zou de wereld er uiteindelijk een heel stuk mooier op worden. En daar wil ik mijn missie van maken. Om mensen te helpen, niet alleen om gezonder te leven,
Maar ook om meer in hun kracht te staan en om te durven vieren wat ze bereiken. En om vanuit die kracht anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Oké? Want vieren is niet iets extra's. Vieren is niet een bonus. Vieren is energie. Vieren is brandstof. Vergelijk het met gras zaaien. Je strooit het zaad, het gras zal wel groeien. Maar giet er een beetje voeding op en het gras gaat krachtiger groeien. En zo is het ook met onze doelen bereiken. Oké, je hebt je doel gesteld en je doet voort en je zal het wel bereiken. Het zal wel lukken zonder. Maar als je gaandeweg die successen viert, ja, dan geef je het zoveel meer energie en dan ga je zoveel krachtiger verder aan het bereiken van je doelen en aan het stellen van je doelen. Want energy grows where energy flows. Dus als jij de energie laat vloeien door te vieren wat je hebt bereikt, gaat alles groeien wat je hebt gevierd. Kun je nog volgen? Je snapt het vast. Ik ben benieuwd naar jullie drie dingen. Ik ga het straks lezen. Ik hou ervan om jullie commentaren te lezen. Ik hou ervan om jouw stem te horen. Want ik zit hier niet om naar mezelf te luisteren. Ik zit hier om jullie te helpen, om jou te helpen, om jou te inspireren. En ik wil weten of ik goed bezig ben. En dat kan ik alleen maar weten als jij mij feedback geeft. En als je vindt dat dat dit iets waardevols is, waar misschien andere mensen ook wel iets aan kunnen hebben, deel het dan. Deel het dan. Je doet er mijn plezier mee, je doet er jezelf een plezier mee en je doet er de persoon die deze boodschap misschien hard nodig heeft op dit moment een ontzettend plezier mee. Dus zeg ook wat vaker tegen je collega of tegen je broer of zus of moeder of vader of vriend of vriendin of buur. Zeg eens wat vaker gewoon van, goed gedaan. Wauw, goed gedaan. En waarom zou je niet beginnen met jezelf? We hebben er met z'n allen zoveel nood aan. Weet je, ik heb onlangs nog gelezen een enquête die ze gedaan hebben bij 100 executives. 100 managers die een kwart miljoen verdienen. En ze hebben hen de vraag gesteld, wat kies je? Wat zou je kiezen? 5% opslag. En reken maar eens, dat is veel centen, daar kun je een auto mee kopen. Of geen opslag, maar wat vaker erkenning. Wat denk je dat ze hebben gekozen en hoeveel? Niet 20%, niet 50%, niet 80%, 100%. Zij houden centen maar. Ik wil wel wat vaker erkend worden. En waarom zou je niet starten met jezelf? Ik ga je helpen. Kijk in mijn ogen. En luister naar mijn stem. Als ik jou zeg, goed gedaan. Goed gedaan. Het is niet moeilijk. Mijn klanten, die leer ik elke dag in de spiegel te zeggen, knap, madame. Goed gedaan, ik ben trots op jou. En dat is raar in het begin. Dus van, ik hoop dat niemand mij hoort, ik hoop dat niemand mij zegt. Maar is het geen tijd om wat andere mensen denken van jou, om dat gewoon voor hun rekening te houden? En eigenlijk zijn het je zaken niet. Want jij moet wel verder. Want jij moet de dingen doen die ervoor zorgen dat jij het leven kunt leiden waar jij van houdt. En daar wil ik jou bij helpen. Door deze show onder andere. Oké? Door hier elke woensdagavond om 8 uur present te zijn. Met dingen die je hopelijk helpen en inspireren. Want dat is het plan. Dat is mijn doel. Oké? Dus laat het een conversatie zijn. En geef mij even mee. Wat is hetgeen wat jij meeneemt uit deze video? Wat is de boodschap die jij nu moest horen? Wat is hetgeen jou heeft geraakt? En wat is hetgeen en hoe ga je het vanaf nu toepassen in je leven? Ik ben heel benieuwd. Laat het mij weten, oké? Want hier komen we samen om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren, zodat we met z'n allen
met z'n allen het leven kunnen leiden waar we van houden, oké? Lieve mensen die live kijken, ik weet niet wie jullie zijn. Ja, als jullie mij niet vertellen wie je bent, dan kan ik het ook niet weten, want Facebook vertelt het mij vandaag niet. Alright, dan niet. Ik vond het super tof dat je hebt gekeken, ook de mensen die live... Oh, ik krijg hartjes, dankjewel. Dank je. Jani, ik zie je hoofdje verschijnen in de hartjes. Hoe geweldig is dit? Hoe geweldig is dit? Oh ja, ga eens op die hartjes staan, dan zie ik je hoofd verschijnen in zo'n hartjes. Kijk tof. En dan weet ik, oh Corrie, dank je. Super, super. Dat is zo schattig om zo een hoofdje te zien verschijnen in zo'n hartje. Love it, love it, love it, love it, love it. Oké, lieve mensen, ook als je uitgesteld kijkt, laat het mij weten, deel de video. En als je dit leuk vindt, als je meer van dit wil, dan volg mij. En zet dan even je meldingen op als eerste weergeven. Want ik ben hier om jou elke dag, elke week te inspireren en te helpen. Oké? Dag Christel! Oh, super tof! Super tof, dankjewel! Heel veel liefs en tot volgende week. Bye bye!